Artsen en artsen in opleiding moeten elk een triage training hebben gevolgd om een goed onderscheid tussen spoedgevallen te kunnen maken. Dit was de rode draad en het doel van een training voor artsen, aangesloten bij Stichting Huisartsen Spoedpost Paramaribo. Met een triage training leren deelnemers bepalen wat de urgentie is bij een hulpaanvraag. Jurgen Rens, oprichter van de stichting, stelt dat deze training belangrijk is voor het toedienen van kwalitatieve zorgverlening. En dus wat je doet is, je moet kunnen selecteren aan de telefoon wie als eerst komt en wie als laatst komt. En om dat te kunnen doen heb je wel een goede bagage nodig. Dus je moet medisch onderlegd zijn, je moet een dokter zijn of dokter in opleiding zijn. En dan kan je telefonisch beoordelen van, moet iemand komen. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat dit geen diagnose stellen is aan de telefoon. Je stelt eigenlijk alleen maar van, hoe ziek is iemand en hoe snel moet er een dokter bij die patiënt zijn. De diagnose stellen we in het ziekenhuis. Verder ingaand op de werking van de triage en aanpak in de praktijk, zei Rens dat het belangrijk is dat de aanpak in lijn staat met het beleid dat door de spoedpost wordt uitgevoerd. Want stelt u zich voor dat ik u te ziek vind, dan komen we bij u thuis. Want dan zegt van, het is niet veilig genoeg voor u om te rijden. We komen dan even bij u thuis kijken. Als je ziek voelt, ja, je mag bellen, je mag langskomen, je mag bellen. Maar kortom, iedereen is welkom om zich aan te melden bij ons. Maar ik wil natuurlijk wel weten waarom u komt, zodat ik mijn zorg beter op u kan afstemmen. En dat is het belangrijkste. Na het volgen van deze training krijgen de artsen de gelegenheid om de aangeleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen.